Waarom zou je een snackbar overvallen, zou je denken? Tegenwoordig laten ondernemers geen groot geld meer achter in de kassa. Dus waarom zoveel risico lopen? En erger nog, zoveel leed veroorzaken voor de slachtoffers? Toch werd deze cafetaria in november vorig jaar 2 keer overvallen. Door waarschijnlijk jonge daders. Het is vrijdagavond 2 november 2018, bijna 9:30. Een gewone avond, zoals alle anderen, totdat er 2 jongens naar binnen gaan. Ze willen de zaak overvallen, maar komen eigenlijk niet verder dan wat stuntelig gezwaai met een pistool. Ze willen geld, dat is duidelijk, want dat blijven ze maar roepen. En dan geven ze het op. Weg zijn ze, zonder buit. En ze rennen weg richting de Van Galenstraat. Stuntelig of niet, ze waren wel gewapend. En de eerste richtte zijn pistool recht op de eigenaresse van de zaak. En zij had het gevoel dat de overvallers jong waren. Ze worden allebei een jaar of 14 tot 17 geschat. En de eerste met pistool is blank en zo'n 1,60 meter tot 1,65 meter lang. Hij droeg een donkere winterjas met capuchon en daaronder een muts. Over de tweede jongen is helaas niet veel bekend. Hij is iets langer dan de ander. Dat was de eerste overval. En het duurt niet lang of het is voor de tweede keer raak. Maar deze keer laten de eigenaren en de klanten het er niet bij zitten. Het lijkt bijna een herhaling van de eerste keer, maar dit gebeurt op donderdag 29 november 2018, een kleine 4 weken later dus. Meteen lopen ze allebei naar de toonbank. Eentje met zijn pistool in de aanslag, maar wat er dan gebeurt zagen ze waarschijnlijk niet aankomen. Eerst jaagt de eigenaar 1 overvaller de deur uit en dan krijgt ook de tweede overvaller er flink van langs. Hij kan nog maar net ontsnappen. Allebei gaan ze er vandoor en ze weten niet hoe snel ze weg moeten komen. Of dit dezelfde daders waren, dat weten we niet zeker. Maar opvallend is het op zijn minst dat ze op dezelfde manier te werk gingen. Met z'n tweeën, waarvan 1 met een pistool. Bij de tweede overval leek het wel alsof iedereen zoiets had van dit gebeurt nu niet nog een keer. Compleet met stoel ging de eigenaar een overvaller te lijf en ook een klant sprong bij en zo werden de twee de snackbar uitgejaagd. Weer zonder buit. Ze droegen allebei donkere kleding. En bij een van de twee viel op dat hij handschoenen, sneakers en een tas allemaal van het merk Nike droeg. Hij heeft zwart haar. De tweede overvaller droeg een zwarte Adidas trainingsbroek met mogelijk een logo van een voetbalclub. En daaronder zwarte Puma sneakers. En er is nog een interessant aanknopingspunt. Want de dader die als laatste naar buiten vluchtte, kreeg nog flink klappen. En misschien is hij wel zichtbaar gewond geraakt in zijn gezicht. En dan zou het zomaar kunnen dat hij zich daarna ziek heeft gemeld, op school of op zijn werk. En dat zou dan eind november van het vorig jaar moeten zijn geweest. En misschien dat iemand dit iets zegt. En ook al is het even geleden, voor tips en informatie is het nooit te laat. U kunt ons op veel manieren bereiken. Online, per telefoon of via onze website. En als u een vermoeden heeft wie de jonge daders van deze twee overvallen zijn, laat het ons dan weten. 2 gewapende overvallen in een maand tijd, november vorig jaar, op snackbar Jori in Helmond. Beide overvallen staan goed op beeld. Of het dezelfde daders zijn is niet zeker, maar als u daar nou meer over kunt zeggen, dan graag. Waarschijnlijk waren ze jong, een jaar of 14 tot 17. De daders van de tweede overval werden door de eigenaar en een klant de zaak uitgejaagd. De buit was bij beide overvallen 0 euro. Help mee deze overvallers te vinden. Online kunt u informatie doorgeven en natuurlijk ook via de tiplijn. Anoniem blijft u via M. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.